Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Er ligt een omvangrijk hoge drukgebied met het centrum boven het noordwesten van Polen. En rondom dat hoge drukgebied trekken storingen over het westen en noorden van Europa. We zien dat ook als we de satellietfoto in beweging zetten. De bevolking trekt met de wijzers van de klok mee om het hoge drukgebied heen. De meeste wolken zien we in het westen van Frankrijk en over de westelijke Britse eilanden, Ierland en Schotland. En ook helemaal in het noordoosten boven de Baltische Staten. In de rest van het gebied, Midden-Europa, daar zien we ook wel bewolking, maar die zit heel laag in de atmosfeer, vlak boven de grond, laag hangende bewolking. En daaronder zit ook nog eens nevel en mist op een heleboel plaatsen. En nogal sombere bedoeling dus. Ook in Nederland hebben we te maken met dat grijze weer. Als we wat meer in detail gaan kijken, dan zien we dat ook terug. Het is niet helemaal helder te zien. Maar een groot deel van het land had vandaag te maken met die grijze luchten. Alleen in Zeeland, Limburg en ook uiteindelijk het zuiden van Brabant. Daar scheen wel uiteindelijk de zon nog vrij geregeld. Vanavond gaan we zien dat die opklaringen vanuit het zuiden langzaam wat terrein gaan winnen. Wolkenvelden maken ook nog wel een groot deel van het weerbeeld uit. En verder kan het ook nog steeds nevelig zijn op veel plaatsen. Al vanwege de avond is het een graad of 4. Komende nacht gaat het nog verder afkoelen naar zo'n 3 graden in de westelijke provincies. Tot dichtbij of misschien lokaal net onder het vriespunt verder land Verder, zoals gezegd, nog steeds nevelig op veel plaatsen. Wolkenvelden, ook wat opklaringen. De meeste opklaringen in de zuidelijke helft van het land. Morgenochtend kan het even duren voordat de mist en nevels zijn verdwenen. Dat gaat uiteindelijk wel gebeuren en dan uiteindelijk zal ook van tijd tot tijd de zon wel gaan schijnen. Al drijven er ook nog steeds wel wolkenvelden over. Het wordt zo'n 5 graden in het noordoosten, tot 9 of misschien zelfs lokaal 10 graden in Limburg. En dat alles bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Kijken we dan naar de dagen daarna, dan zien we dat de bewolking nog steeds de boventoon voert in het weerbeeld. Vooral op zaterdag in de ochtend nog wel een klein beetje zon, maar later raakt het bewolkt. En dat trekt een zwakke storing over het land, waarbij misschien zelfs een klein beetje regen kan gaan vallen. Op zondag trekt die storing dan snel weg en dan is het de rest van de dag weer droog. De middagtemperatuur ligt op zaterdag en zondag zo rond een graad of 7. Op maandag zien we dat er een klein beetje afgaat, dan een graad of 5. Al die dagen staat er ook weinig wind. En kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat de temperatuur over het algemeen zo tussen de 5 en 7 graden ligt. Begin volgende week eventjes wat kouder, daarna mogelijk weer ietsje zachter, maar al met al eigenlijk normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl